Hi, het is Tim hier. In deze video wil ik een vraag beantwoorden die ik binnenkreeg van een mail. En dat was een vraag van een vrouw die zei, ik ben verliefd op een collega en ik weet eigenlijk niet goed wat ik nu moet doen. Van, is het een goed idee om überhaupt voor een collega te gaan? En zo ja, hoe kan ik het beste met hem flirten? Hoe kan ik hem laten weten dat ik hem leuk vind? Wat is de beste manier om ermee om te gaan als je iemand op je werk leuk vindt of misschien zelfs wel een klein beetje verliefd bent op een collega? En de eerste en misschien wel belangrijkste tip is, maak je er alsjeblieft niet druk over dat het een collega van je is. Want ik merk heel vaak als ik met zowel mannen als vrouwen praat over deze situatie, dat ze iemand leuk vinden, dat ze het eigenlijk al een klein beetje eng vinden om het aan die andere persoon te laten blijken dat ze die persoon leuk vinden. Dan zeggen ze van, ja maar, wil er niet voor gaan, want het is mijn collega. En je moet werk en privé gescheiden houden. Of ja, maar wat nou als het niet werkt tussen ons, dan wordt het daarna ongemakkelijk. Of bij ons in het bedrijf hebben we regels dat het niet mag, dus ik kan mijn baan kwijtraken als ik iets doe met een collega. Ik ken al die excuses, maar ik heb heel vaak het gevoel dat het een soort van rationalisatie is van het feit dat het sowieso een klein beetje eng is om aan iemand te laten blijken dat je iemand leuk vindt. Want ik kan me eerlijk gezegd oprecht niet voorstellen dat er iemand is op deze planeet die denkt, oh wauw, ik ben verliefd op iemand en deze persoon is misschien wel de ware en dit is een persoon met wie ik voor de rest van mijn leven samen kan zijn en dit is iemand waarmee ik gelukkig kan worden en ik geef dat op voor mijn baan. Ten eerste is er dan echt iets volgens mij mis met je prioriteiten als je je werk belangrijker vindt dan gelukkig zijn. Dat is sowieso al niet echt goed. De meeste mensen die ik ken trouwens, die vinden hun baan sowieso niet leuk. En je kan altijd wel weer een nieuwe baan vinden, mocht het fout gaan. Ik snap niet hoe iemand zoiets groots en belangrijks aan de kant kan zetten voor iets onbenulligs, triviaals als een baan. Dus als je op dit moment laat tegenhouden door dat soort dingen, doe dat alsjeblieft niet. Dat is gewoon heel erg zonde. En de tweede tip is, zorg dat jullie tijd alleen samen doorbrengen. Een man kan je nog zo leuk vinden, een man kan nog zo geïnteresseerd zijn in je, al kan je nog zo mooi en aantrekkelijk vinden, maar een man die het lef heeft om je mee uit te vragen, ten overstaan van een groep collega's, is heel zeldzaam. Hij zal je waarschijnlijk nooit meer uitvragen als er constant andere mensen om jullie heen zitten. En zeker als het collega's zijn, dan durft hij dat niet. Dus geef hem de gelegenheid om één op één tijd met je door te brengen, om één op één met je te flirten, om samen te zijn. En zoek gewoon excuses om ervoor te zorgen dat jullie met z'n tweeën alleen in een ruimte zijn, dat er niet constant toeschouwers bij zijn. De derde tip is, maak er een spelletje van. Flirten en versieren is een soort van spelletje en het is leuk. Maar als je oprecht tegen een collega zegt, hey, ik vind jou leuk, dan kan dat nogal heftig overkomen. En de meeste vrouwen die ik ken trouwens, die hebben ook niet het lef om zoiets te doen. Maar er is een andere, een makkelijkere manier, waarbij je zonder al te veel lef toch met iemand kan flirten. En dat is door het simpelweg een beetje op een grappige, speelse manier te doen. Door bijvoorbeeld als je binnenkomt lopen, zegt, oh, wauw, daar is mijn favoriete collega weer. Maak er een spelletje van dat je hem je favoriete collega noemt. Weet je, zeg, oh, wauw, van de knapste man van het bedrijf komt zojuist weer de ruimte binnenlopen. Even een minuut stilte allemaal om deze prachtige verschijning te bewonderen. Weet je, maak er een spelletje van, doe het over de top, overdrijf een beetje. Dan creëer je eigenlijk, doordat het een spelletje is, omdat het zo overduidelijk een spelletje is, een veilige omgeving voor jullie twee waarin jullie kunnen flirten zonder dat het gelijk heel heftig of heel beladen is. De vierde tip is, vraag hem om hulp met iets. Het werkt zo mooi bij mannen. Wij mannen willen altijd alles oplossen. Wij mannen willen altijd iedereen helpen. Wij mannen willen iedereen advies geven. Zodra iemand ons eigenlijk een soort van opdracht geeft, een taak om iets uit te voeren, vinden we dat geweldig. En als je meer tijd met hem door wil brengen, dan kan je hem simpelweg af en toe om hulp vragen met iets. En misschien weet je het eigenlijk best wel, maar dan vraag je, hey, weet je toevallig hoe dit en dat computerprogramma werkt? Of hey, mijn bureaustoel kraakt. En dan zelfs, zeg maar, weet je, als je zegt mijn bureaustoel kraakt, dan automatisch denkt de man, oeh, wacht, ik moet haar daarbij helpen. En dan rent hij naar de kantine, haalt hij een pakje boter en dan lost hij het probleem voor je op. En dan zeg je, oh, wauw, je bent mijn held, dankjewel. Voelt hij zich mannelijk, voelt hij zich goed. En tegelijkertijd is dat een beetje de mannelijke manier van flirten, is problemen voor vrouwen oplossen en
en dingetjes maken. En ik weet dat sommige vrouwen hier heel veel moeite mee hebben met mannen om hulp vragen. Want ze zeggen, ja, maar dan stel ik me op als zo'n hulpeloos wezentje dat helemaal niks zelf kan. Maar ik denk dat het heel zonde is om daar niet gebruik van te maken als het om mannen aangaat. En ik denk dat een echt sterke vrouw het juist wel leuk vindt. Van, hey, het is wel fijn dat hij dit allemaal voor mij doet en dat hij mij hier zo bij helpt. Dus jullie brengen meer tijd door, hij voelt zich beter. En eigenlijk automatisch, doordat hij meer moeite en energie in jou steekt, gaat hij jou als collega ook meer waarderen. Dat is heel gek, maar mensen waar we moeite voor doen, die waarderen we na afloop alleen maar meer. De vijfde tip is, geef hem hints die hem helpen om jou mee uit te vragen. Voor een man is het heel lastig om jou mee uit te vragen of te zeggen, hey, zullen we misschien wat gaan doen? Want al die zenuwen die je voelt, alle onzekerheid die je voelt, alle angst voor afwijzing die je voelt, die voelt hij ook. En het is voor een man een stuk makkelijker om een vrouw mee uit te vragen als hij er een goede gelegenheid of een goed excuusje voor heeft om iets met je te gaan doen buiten het werk. En het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn, maar als je op het juiste moment net even iets laat vallen waarbij je hem een soort van situatie of gelegenheid geeft om je mee uit te vragen, dan zal je dat veel sneller doen. Je kan bijvoorbeeld denken als van, hey, ik ga van het weekend ga ik naar die en die beurs van iets speciaals. En dan kan hij misschien denken, hey, dat vind ik ook wel leuk. En dan praat je erover en dan zegt hij misschien wel, hey, mag ik anders met je mee? Of je zegt, hey, er is dit nieuwe café in de stad geopend. Het lijkt me heel leuk om daar een keer naartoe te gaan. En dan kan hij zeggen, oh, wacht, anders gaan we gewoon samen. Dit is een heel krachtig ding, wat denk ik heel veel vrouwen onderschatten. Maar als je af en toe van dat soort dingen laat vallen, dan geef je hem de gelegenheid dat als je het wil, dat hij denkt, oeh, hey, hier kan ik handig op inspelen. En dan vindt hij zichzelf een genie dat hij een handige truc gevonden heeft om je mee uit te vragen. Want zo zijn mannen. Van, zelfs als je ons nog 100 hints achter elkaar geeft en hij snapt de 101ste, dan denkt hij na afloop dat hij een genie is, omdat hij handig gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid. Dit zijn mijn 5 belangrijkste tips voor als je verliefd bent op een collega. Ik hoop dat je er wat aan hebt, want ja, anders sta ik hier ook een beetje voor Jan met de korte achternaam. Dus als je op dit moment in deze situatie zit en je vindt een collega leuk en je wil meer handvaten of meer tips voor hoe je het beste met hem kan flirten, klik dan even hier of klik op de link in de video-omschrijving. Ik heb namelijk een artikel geschreven met in totaal 12 tips voor hoe je het beste kan flirten met een collega. En heb ik nog wat handige trucjes om op een subtiele manier zijn aandacht te trekken en ervoor te zorgen dat hij meer van je wil. Dus ga naar het artikel en dan zie ik je in de volgende video.